Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan wij praten met mevrouw Sjeuka Lam. Zij is dus hoofd van de afdeling Milieuinspectie op BOG. We gaan het hebben over dingen, de huidige situatie, wat u kunt doen thuis om eigenlijk te voorkomen dat dit zoveel als mogelijk voorkomt. Maar ook gewoon wat het allemaal is en wat dit betekent voor onze gezondheidszorg. Blijft u kijken. Mevrouw Sjeuka Lam, dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. We gaan het hebben over dingen en alles daaromheen. Allereerst, hoe gaat het met u? Het lukt wel, een beetje druk, maar het gaat wel. Ja. Als we moeten kijken naar de huidige situatie van dengue, wat is de huidige situatie? We zitten nog steeds in een situatie waarbij het aantal cases toeneemt. De cases zijn nog niet aan het afnemen. Maar we hopen dat we binnenkort wel terug naar het punt gaan waar de cases weer gaan dalen. Oké. We kijken naar de huidige situatie en u zegt dat er dus gevallen zijn en dat het de bedoeling is dat die weer gaat dalen. Hoe ernstig is de situatie nu? Ja, als we kijken naar het aantal, zijn we eigenlijk voor juli hadden we dus al meer dan 600 cases. Wat heel veel is. Augustus hebben we nog niet helemaal afgerond, dus dat aantal hebben we nog niet helemaal verwerkt, maar ook daar zijn er heel veel cases. En wat dus ook opvalt is dat eigenlijk de gebieden die steeds terugkomen bij de vorige epidemieën, nu dus ook weer de gebieden zijn waar er veel cases voorkomen. Niet op die manier. En wat vindt u ervan? Of er is natuurlijk wel, als we zien hoeveel cases er zijn, u zegt 600, dat is best veel. Ik denk niet dat we erbij stilstaan hoeveel cases er zijn per maand en hoe gevaarlijk het eigenlijk is. Hoe staat het contact tussen de overheid en het ministerie omtrent dingen? Ja, sowieso is er contact met het ministerie. BOG is een afdeling van het ministerie van Volksgezondheid, dus er is wel altijd contact. Er zijn dus ook meetings geweest met de leiding van het ministerie. En we moeten sowieso hun ondersteuning hebben voor onze werkzaamheden, anders kunnen wij ook niet werken. Dus dat contact is er. We proberen ook met de andere overheidsinstanties samen te werken. Er is goed contact bijvoorbeeld met het ministerie van OV ook. We hebben ook gesprekken gehad met het leger om te kijken waar zij ons zouden kunnen helpen. Dus we zijn wel bezig. Bepaalde groepen gaan we dus opnieuw moeten trainen als we hun ondersteuning nodig hebben. Maar als het nodig is, moeten we echt all hands on deck hebben en dan gaan we met zoveel mogelijk mensen praten. Ja. Ja, u heeft een paar afdelingen opgenomen. U heeft bijvoorbeeld ook opgenomen dat in ieder geval aangeeft dat er goed contact is. Welke maatregelen worden er getroffen vanuit de overheid om een helpende hand naar jullie te reiken als milieuinspectie voor het doen welslagen van jullie gestelde plannen die jullie hebben uitgeschreven als het dus gaat om preventie van dingen? Ja, sowieso het financiële gedeelte, omdat voertuigen gebruiken benzine, maar ook de pompen die we gebruiken draaien op gasoline, dus daarvoor zijn we heel erg afhankelijk van de overheid. Maar ook, we hebben ook wel donoren gehad die hebben geholpen met een bepaalde hoeveelheid, zodat die activiteiten kunnen worden opgepakt. Maar ook de andere inspecties, de erfinspecties, die ook heel erg belangrijk zijn bij het opruimen van vooral de broedplaatsen. Ook daarvoor is er weer transport nodig. Dus het kostenplaatje voor transport is redelijk hoog. Maar tot nu toe hebben we toch wel een beetje kunnen werken. Niet zoveel als wat we willen, omdat we allemaal de situatie in het land kennen. Dus ook benzinehoeveelheden zijn een beetje beperkt, maar we hebben wel kunnen werken. En hoe gaan jullie als milieuinspectie om met deze uitdagingen? Want die uitdagingen zijn er, maar jullie hebben doelen gesteld die eigenlijk gehaald moeten worden. Dus hoe proberen jullie dan nog op zo'n effectieve manier je werk gewoon te doen? Ja, dus eigenlijk zoveel mogelijk samenwerken waar dat kan. Als we bijvoorbeeld, want we hebben op de afdeling verschillende secties. Als het nodig is dat we dus de verschillende secties combineren, zodat we in een groter voertuig uitrukken in plaats van meer kleinere voertuigen om benzine te besparen.
Als we dus samen met het commissariaat in het veld gaan, dat er dus ook daar voertuigen worden gedeeld. En dat eventueel het commissariaat kan inkomen met een deel van de benzine. Dus we proberen zo creatief mogelijk om te gaan met de situatie, alleen maar dat de werkzaamheden niet stil komen te liggen. Er werd op een gegeven moment in de media ook bekendgemaakt dat er sprake is van een type 3. Ja. Kunt u even uitleggen wat het precies inhoudt, alvorens we verder daarop ingaan? Ja, dus er zijn vier type dengue. Je hebt bijvoorbeeld, net als hoe je van de corona ook verschillende type corona had, heb je dus vier verschillende type dengue die er bestaan. Als je één type hebt gehad, krijg je dus in je lichaam immuniteit tegen dat type. Maar dan ben je altijd nog kwetsbaar voor de andere types. Ja. En wat eigenlijk ook heel erg riskant is met betrekking tot dengue, als je al één type hebt gehad, en je krijgt de volgende keer een ander type, dan gaat je lichaam een beetje extremer daarop reageren, omdat je al antilichamen in je lichaam hebt. En dan kan je toch wel zwaarder getroffen worden. Maar ook hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder en hoe extremer de vorm van dengue is. En type 3 en 4 die staan bekend dat ze dus ook bloedingen kunnen geven. En daarom dat ook de artsen aanraden, ga niet zomaar zelf medicijnen slikken. Raadpleeg de arts. Calpol is het veiligst als je zelf wil mediceren, maar ga altijd ook naar de arts. Wacht niet tot je echt helemaal plat ligt en niet meer kan, want vooral bij type 3 en 4 is dat een groot risico. Als je wacht tot je echt niet meer kan, kan het ook al te laat zijn. Dus ga op tijd naar de arts, laat de arts je behandelen. Als het nodig is, dat je dus ook op tijd kan worden verwezen naar het ziekenhuis. Het is belangrijk om te weten dat het sowieso, je moet naar de arts gaan. Ja. Veelal denken we kunnen het thuis behandelen, maar bij bepaalde ziektes moet je wel echt de arts raadplegen. Maar hebben jullie dus een directe oorzaak kunnen vinden waarom type 3 nu weer, zeg maar, actief is in Suriname, om het zo te benadrukken? Ja, we hebben niet kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Maar het is waarschijnlijk uit het buitenland meegenomen met iemand die niet wist dat ze het virus hadden. En die hier waarschijnlijk door een van de muskieten geprikt is. En die heeft dus voor verdere verspreiding gezorgd. Okay. Er wordt ook aangegeven dat we moeten opletten bij jongeren met type 3, omdat zij dus gevoeliger daarvoor zijn. Waar kan dat aan liggen? Ja, we hebben 21 jaar lang geen type 3 in Suriname gehad. Dat betekent dat 21 jaar lang niemand is blootgesteld aan type 3 en dus niemand immuniteit daarvoor heeft. Is een hele grote groep van de populatie en vooral de jongeren. Die hebben dus helemaal geen blootstelling aan dit type gehad. Die hebben dus helemaal geen immuniteit voor die type. En die zijn dus ook heel erg kwetsbaar. U gaf ook aan eerder van het kan zijn dat het is meegekomen met iemand. Denkt u, of wat denkt u eraan dat we moeten gaan doen als land om dit soort gevallen te voorkomen? Om ons eigenlijk te beschermen tegen ziektes die vanuit het buitenland naar Suriname kunnen komen? Ja, dus vanuit het BOG hebben we dus op de verschillende aankomstposten hebben we dus een Port Health Team. Sowieso op de twee airports, op Zorg en Hoop en Sandré, hebben we dagelijks milieu-inspecteurs. En ook wanneer de schepen vanuit de zee binnenkomen, hebben we dan een controle daarop. En wat wij dus altijd ook eisen van de vliegtuigen vooral, is dat er dus aan boord een bespuiting plaatsvindt. Ik denk iedereen die op reis is gegaan is wel bekend dat een van de stewardessen kort voor landing met een busje door de cabine loopt. Dat is dus een insecticide spray om de muskieten en andere insecten die zijn meegevlogen te doden voordat je in Suriname aankomt. Alleen maar dat je geen insecten die een virus of een ziekte meenemen in Suriname krijgt. En vanuit het Port Health Team doen wij dus ook zelf de bespuiting van het bagageruim voordat de koffers eruit worden gehaald. Maar daarnaast moeten wij dus als samenleving ook ervoor zorgen dat we het risico op verdere verspreiding minimaliseren. Die muskiet hebben we, dus er is altijd wel een risico. We gaan niet helemaal van die muskiet af kunnen komen, maar we kunnen wel de hoeveelheid van de muskieten die aanwezig zijn verminderen. En dat kunnen we doen door allemaal een bijdrage te leveren, zorgen dat we niet broedplaatsen laten staan op het erf of binnenshuis. En geen water dat voor langere perioden stilstaat en niet wordt opgeruimd, omdat dat een hele ideale plek is. En waarvoor wij dus ook heel alert zijn op dit moment. Je hebt dus verschillende typen Aedes muskieten ook. We hebben dus in Suriname de Aedes aegypti die het virus overbrengt. Maar je hebt dus ook de Aedes albopictus.
die Aedes aegypti is eigenlijk in de volksmond een beetje elitere muskie. Die gaat echt dat schone, helder water opzoeken. Maar die albopictus heeft dus eigenlijk geen voorkeur. Die gaat ook in het goten en ander troebel water. En we willen die dus, we willen voorkomen dat die Suriname binnenkomt. Omdat we weten dat bijvoorbeeld Guyana heeft die al. Toch er zijn landen in de regio die het wel hebben. En we moeten voorkomen dat dat Suriname binnenkomt, omdat bestrijding van die muskiet een beetje moeilijker gaat zijn dan gewoon van de Aedes aegypti. Dus er zijn heel wat zaken waar we rekening mee moeten houden. Maar vanuit BOG, maar samen met de gemeenschap gaan we het moeten doen. Alleen gaat BOG niet kunnen zorgen voor die daling van het aantal cases. Ja. Belangrijk ook om te weten is dat we natuurlijk als samenleving niet altijd stilstaan bij hoe wij zelf omgaan met ons milieu en dat het wel een impact daarop kan hebben. Vindt u niet dat dat er beter voorlichting gegeven zou moeten worden daaromtrend en niet per se wanneer het al laat is? Daar heeft u helemaal gelijk in. En daar zijn we eigenlijk ook al een tijdje mee bezig geweest, maar vanwege ook de financiële beperkingen en de andere zaken die dus op het ministerie dus voorkeur hadden qua financiën, is dat een beetje minder snel gekomen. Want eigenlijk zijn we al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal voor dingen. Maar als er iets, een nieuwe ziekte in het ziekenhuis of er is geen materiaal, dan gaat dat voorkeur krijgen op besteding van die financiën. En we zijn dus heel erg afhankelijk met we kunnen het alleen niet. We hebben het ministerie nodig om ons te helpen met het ontwikkelen van het materiaal. Ja, en dit is dus wel al kenbaar gemaakt bij het ministerie? Ja. Oké. Okay. Dus het wordt in samenwerking met het ministerie, omdat wij uiteindelijk vallen onder het ministerie. We werken samen met het ministerie. Dus vanuit het ministerie krijgen we dus ook de ondersteuning voor het voorlichtingsmateriaal. Goed. De gezondheidszorg wordt van alle kanten aangevallen. Daar heb ik het specifiek over het medisch aspect. Daar is iedere keer weer een andere ziekte waar we mee moeten dealen. En we gaan echt als land ook ongeplukt door een hele moeilijke periode. Is het de bedoeling dat het BOG ook gewoon bijdraagt? Of hoe zal het BOG bijdragen aan bewustwording creëren in de samenleving? Los van het geven van voorlichting. Ja, dus eigenlijk de hoofdtaak van het BOG is eigenlijk preventie. Voorkomen dat mensen ziek worden. Waardoor er dus ook minder mensen in de ziekenhuizen belanden en er ook minder kosten worden gemaakt aan medicatie. Omdat dat op lange termijn veel duurder is dan investeren in dat preventieve gedeelte. Vanuit het BOG heb je dus verschillende afdelingen die activiteiten uitvoeren met betrekking tot preventie. We hebben bijvoorbeeld de vaccinatieafdeling. We hebben dus ook een family and community health afdeling. We hebben een NCD afdeling. Dus die hebben allemaal hun activiteiten. We werken ook met andere ministeries en andere instanties samen om eigenlijk dat preventieve gedeelte echt te pushen. En vanuit Milieuinspectie hebben we dus de inspecties die gedaan worden. Niet alleen qua hygiëne, maar ook qua preventie van de vectorborne diseases, want dengue is een vectorborne disease, om te voorkomen dat eigenlijk deze ziektes echt uit de hand lopen in Suriname, want we gaan niet helemaal van ze af kunnen komen. Ja, precies. Gaan jullie trouwens bespuiten? We bespuiten altijd al, maar we bespuiten niet preventief. Wij doen meer de bespuiting wanneer we een melding krijgen vanuit een van de artsen als het binnenkomt op het BOG. Dan wordt er op het adres waar de case vandaan komt bespoten, is het nodig dat het werkadres of de school, als het om een kind gaat, ook bespoten wordt. Omdat we weten dat deze misschien eigenlijk hoort om tussen mensen te zijn. Dan gaan we daar ook bespuiten. We bespuiten eigenlijk pas met het voertuig, de dingenwagen, wanneer er heel veel cases dicht bij elkaar zijn. Dan pas ga je de wagen zien. Maar iedere case die we krijgen door het jaar heen wordt aangepakt en daar wordt er wel bespoten. En dat is eigenlijk om te voorkomen dat er verdere verspreiding van het virus is. We spuiten niet regelmatig, omdat we niet willen dat die muskiet resistent wordt tegen de middelen die we gebruiken. Hoe vaker je spuit, hoe minder effect je pesticiden gaan hebben op die muskiet. En op den duur gaat hij ook niet dood. En daarom zijn we er dus ook geen voorstander van. Dat men zelf een landbouwpomp pakt om
thuis te gaan bespuiten als moskietenbestrijding, omdat die landbouwpomp eigenlijk veel te grote druppels geeft ten eerste. En ten tweede, je helpt bijdragen aan resistentie tegen bepaalde actieve stoffen in die pesticiden. Ja. Goed. Heeft u ter afsluiting nog een tip voor de samenleving? Ja, laten we ons beschermen en voorkomen dat we die ziekte krijgen. Zoveel mogelijk lichtgekleurde kleding aandoen. Bedekkende kleding als het tot waar het kan. Het kan niet altijd, want het is heel erg warm de laatste tijd. Mosquitogel kan helpen slapen onder een klamboe. Echt voorkomen dat je geprikt wordt. Maar ook laten we ervoor zorgen dat we die moskiet geen kans geven om rond ons te gaan broeden. En ervoor te zorgen dat we hoger risico lopen. Want ook voor de mensen die al besmet zijn, die zijn dus ook weer een risico voor de anderen in huis. Want als jij niet voorkomt dat een andere moskiet jou kan prikken, kan jij ook ervoor zorgen dat anderen bij jou thuis besmet raken. Dus voorkomen dat je geprikt wordt door een moskiet geldt voor ieder. Als je nou dingen hebt of niet, we moeten allemaal proberen ervoor te zorgen dat die moskiet ons niet prikt. Dank u wel, mevrouw Shuikalam. We hebben heel veel gehad aan deze informatie en ik wil u heel veel succes toewensen in al hetgeen dat u gaat doen als afdeling. Dank u. Dat was mevrouw Shuikalam. We hebben het gehad over wat de overheid doet om te voorkomen dat het ergere vormen aanneemt. Maar het is ook belangrijk dat u thuis reeds begint met uzelf beschermen alvorens het ergere vormen aanneemt. Met deze woorden van mevrouw Shuikalam zijn we gekomen aan het eind van het eerste deel. Maar gaat u nu weg, want er volgt een tweede deel. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel hebben we gesproken met mevrouw Shuikalam over dingen en alles daaromheen. In het tweede deel gaan we dus praten met meneer Holban van PTC, wat de opleiding allemaal biedt, wat het allemaal inhoudt, met welke nieuwe studies ze bezig zijn en hoe PTC ermee omgaat, dat de economische situatie best wel een grote druk heeft op de studenten. Blijft u kijken. Meneer Holban, dank u wel dat u vandaag tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten. Ik zal de kijkers die backstory ervan een beetje besparen. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Prima, u zit vandaag hier in de hoedanigheid als directeur PTC. Allereerst, wat houdt PTC precies in als men daaraan moet denken? PTC is ontstaan in 1997 als een opleidingsinstituut. Ik zeg als een opleidingsinstituut is ontstaan, omdat ik nu zeg van, hé, we zijn veel meer dan een opleidingsinstituut. De basis is natuurlijk het onderwijs, de colleges die we verzorgen. We hebben colleges nu op bachelor- en masterniveau. En we zijn in de fase om ook mensen te laten promoveren binnen PTC. Daar hebben we die transitie ook gemaakt naar University of Applied Sciences. Maar daarnaast doen we ook nog heel wat andere dingen. We doen ook aan onderzoek, we doen ook aan consultancy. We hebben producten die door onze studenten zijn vervaardigd, die wij ook in de samenleving willen brengen. Dus er is veel meer dan alleen het onderwijs. Ja. We geven ook we doen ook aan dienstverlening. We helpen ook instituten, andere instituten, overheidsinstituten, maar ook bedrijven die vragen hebben. Daar gaan onze studenten, onze docenten op af om als consultants te kijken van welke oplossingen we kunnen aandragen. Er is zoveel dat ik heb gehoord waarop we zo meteen zullen ingaan. Maar hoe is het tot nu toe, hoe staat het tot nu toe met de opleiding als u moet kijken vanaf uw aantreden als directeur tot en met nu? Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele mooie groei doorgemaakt. Ik denk tot en met 2016-17. Daarna werd die recessie echt voelbaar en heb je dan ook weer een terugval gezien qua studentenpopulatie. Onze ambitie was natuurlijk om te groeien. We hebben daarom ook heel hard gevochten om een stuk terrein te krijgen en te starten met onze eigen campus. Omdat we geloven in de mogelijkheden die er zijn binnen PTC om competente burgers aan die samenleving af te leveren. En we geloven ook dus dat met
de deskundigheid, als we voldoende beroepskrachten in die samenleving hebben, we een goed fundament hebben voor een stabiele economie. Maar de afgelopen jaren, daarna kreeg je natuurlijk, 2019 kreeg je ook nog COVID erbij, zie je dus een terugval. De koers speelt daar ook een belangrijke rol, waardoor het studeren toch wel kostbaarder is geworden dan dat het daarvoor was. Dus dat zie je wel en dat is een uitdaging. Ja, het schooljaar is altijd een einde of bijna ten einde? Bij ons niet. Bij jullie niet? Nee, jullie gaan gewoon wij gaan door. Gewoon door. Wij hebben tijdens COVID hebben we dus die gap gehad, dat studenten op een gegeven moment achterliepen en ook studenten, nieuwe studenten die kwamen, moesten we opvangen. En we hebben toen gedacht van, weet je, laten we de periode van oktober naar december gebruiken als reparatieperiode. Dat we met de studenten zitten en dat de studenten dan bijgespeakerd worden. En onze studenten liepen achter, dus we konden ook niet het collegejaar sluiten zoals we afronden, zoals we dat normaal deden. Dus we zijn toen doorgegaan. En we hebben toen direct het besluit genomen van, wacht even, als we toch doortrekken, laten we het gewoon een kalenderjaar houden. Dus we starten gewoon in januari en we gaan door tot december. En de periode tussen oktober en december gebruiken we voor de nieuwe studenten om alle hiaten die ze eventueel zouden hebben weg te werken. Maar ook onze hiaten. Met onze hiaten bedoel ik, we laten studenten van verschillende instituten instromen en die zitten op verschillend niveau. En om ze dus tegen het begin van het collegejaar toch wel redelijk op niveau te krijgen, op gelijk niveau te krijgen, gebruiken we dan ook de, wat we noemen pre-college periode, om ze dan bij te spijkeren. Bijvoorbeeld de natuurstudenten weten, we hebben een achterstand als het gaat om wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Dus dan als ze vakken, als ze een beroep kiezen, een programma kiezen met die vakken erin, dan worden ze in die periode, krijgen ze extra colleges. De VWO, HAVO-studenten, die hebben een achterstand met praktijk. Dus in die periode gaan ze dan in de praktijk, krijgen ze, gaan ze naar het lab, krijgen ze praktische handelingen, worden ze de basisdingen aangeleerd, zodat ze een beetje bijgespijkerd worden en dat ze een klein beetje gelijk kunnen starten in het begin van het collegejaar. Het mooie aan BTC heb ik ook altijd gevonden dat jullie dus, net als wat u aangaf, studenten vanuit verschillende middelbare scholen, je zou denken BTC alleen Natin bijvoorbeeld zou een intrede daar kunnen doen. Maar het is wel mooi dat jullie dat doen. Ik wil toch wel vragen, hoe is het afgelopen collegejaar geweest? Het afgelopen collegejaar, als ik kijk naar het aantal studenten die uitstromen, moet ik zeggen dat het goed is geweest. We hebben natuurlijk de uitdagingen. We zien een groei in het uitstroomcijfer, het rendement van PTC, dat is aan het stijgen, dus dat is positief. Maar tegelijkertijd zie je dus ook bij de bestaande studenten dat je heel veel studenten hebt die langer over de programma's gaan doen of zelfs dreigen uit te vallen. En dat is dus weer een uitdaging. En daar kijken we ook naar. En we zijn blij dat het bedrijfsleven ook instapt. We hebben laatst een contract getekend met Spatum, die echt gaat focussen op studenten die dreigen uit te vallen, maar goede studenten, flinke studenten zijn, dat er een ondersteuning komt, ook financieel. Want meestal gaat het om financiële problemen. Ja. Dat de studenten dan zeggen van, oh, nou, ik kan het niet meer dragen. En Fatum heeft toen gezegd met de foundation, we willen die studenten eventueel ondersteunen. Het is nog een kleine groep, maar we hopen, er zijn ook al een aantal, RB heeft al toezegging gedaan, IDB heeft ook wel een toezegging gedaan, dat we studenten dus zo kunnen opvangen. En we hopen dat dat gaat maken dat het andere aspect dat we zien, het uitvallen van studenten, het langer over de studie doen omdat ze de middelen niet hebben, dat we dat ook nog gaan kunnen mitigeren. Goed. Jullie hebben ook, jullie proberen zo'n beetje naar of met de studenten tegemoet te komen doordat er ook een dependance is. Vernam ik, wat is de update daarvan? Daar gaat het een. Het is nog niet zoals we het hadden gehoopt. Ik dacht dat we dus nu rond de 100 studenten in Ikeri hebben. De uitdaging in Ikeri is dat de studenten zeggen van, boy, ja, maar het is een stukje moeilijker om praktijk daar te vinden. Dus daar zitten we, onze coördinator daar, die is nu hard bezig te trekken aan het feit om te praten met bedrijven, dat we de studenten ook daar de praktijkzaken kunnen laten doen, de ervaring daar kunnen laten opdoen. Maar ook zeggen die studenten van, weet je, er is nog niet zoveel dat ze op hun niveau in de keren kunnen doen. Gelukkig zie je dat er een aantal ontwikkelingen zijn. Dus we hopen dat in de toekomst, een zeer nabije toekomst, er veel meer dynamiek is in Ikeri, waardoor dat gaat komen. Maar we zitten niet alleen naar Ikeri te kijken, want Ikeri is eigenlijk een
toevalligheid geweest. Het is niet echt gepland, omdat er op een gegeven moment, daar president Bouters zoals die sprak over agrarisch onderwijs en onze ogen werden groter dan ze al zijn, om te zeggen van hey, hoe kan de president praten over agrarisch onderwijs? We zijn al bijna 10 jaar bezig met agrarisch onderwijs en nu pas praat de regering over agrarisch onderwijs. Maar ze wilden het in Nikeri hebben. Dus wij zijn toen naar Nikeri gestapt, naar Nikeri gegaan en met de mensen in Nikeri gesproken en zijn zo gestart met ons programma in Nikeri en ons dependance in Nikeri. Maar het idee van PTC is eigenlijk dat we zoveel als mogelijk, we praten over inclusiveness, zoveel als mogelijk mensen de gelegenheid geven voor hoger onderwijs. En daar hebben wij onze unit afstandsonderwijs voor opgezet. En we zijn daar hard mee bezig. COVID heeft ons eigenlijk een setback gegeven. Aan de ene kant zeggen we waren ready voor COVID, want we konden direct overschakelen op onze online environment. Maar omdat we over zijn geschakeld naar onze online environment, is het andere aspect van het breder kijken naar afstandsmogelijkheden is een beetje achterwege gebleven. En dat proberen we dus nu weer in te lopen. Want onze bedoeling is, waar je ook bent, moet je kunnen studeren. Ja. En we zijn bezig die voorzieningen te treffen dat mensen, als ze verder willen studeren, als ze trainingen willen volgen, maakt niet uit waar je bent, je moet het kunnen doen. Ja, als ik luister naar wat u allemaal vertelt over de opleiding, is het eigenlijk, jullie gaan steeds meer groter en mee met de tijd. Dat vind ik geweldig. En zal de nieuwe studies worden toegevoegd? Is dat er iets gebeurd? Hoe gaat het daarmee? Ja, we hebben de nieuwe studies. We staan nu, eigenlijk zouden we het vorig jaar hebben gedaan, bijvoorbeeld hospitality. Hospitality management, als het goed is, heet het zo. En het lijkt erop dat we dit jaar volledig daarmee gaan starten. Dat is een van de nieuwe programma's die we aan het opstarten zijn. We hebben wat uitdagingen met de andere, want we wilden ook nog landmeetkunde opstarten. Die vraag is heel groot, maar we missen die deskundigheid, we missen die begeleiding. We hebben veel te weinig landmeetkundigen die ons kunnen helpen het hier op te zetten. En ik weet dat toen de toenmalige directeur, hij is later minister geworden, minister van RO, 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 van ROM. Hij was toen bij GLIS en hij zei van, nee, we zijn aan het vergrijzen en je moet meegaan met de tijd. Yeah. Dus probeer nieuwe ideeën in jouw curriculum te brengen. Probeer innovatie in jouw curriculum te brengen. En dan moet je dus naar buiten. En het is, overal lijkt er een schaarste te zijn aan landmeetkundigen. Want de instanties die ons willen helpen, die zitten zelfs ook een beetje krap. Dus daar hebben we een beetje uitdaging mee. Veiligheidskunde is al bijna rond, dus die zal ook wel heel binnenkort van start gaan. We hebben het geluk nu dat we ook onze lector nu hebben. Dat is René Westra, dokter René Westra, die met ons nu dat traject verder gaat uitvoeren. Maar hospitality management, die is al helemaal ready. Geweldig. Er werd ook gevraagd naar subsidie vanuit BTC, specifiek aan het ministerie van Onderwijs. Ja. Hoe is het daarmee verlopen? Ik moet zeggen dat het uiteindelijk goed is gekomen. Tenminste, de eerste afspraken die zijn gemaakt, daar heeft het ministerie zich aan gehouden. We hebben uitdrukkelijk gevraagd naar die subsidie, omdat we hebben gesproken met de overheid en in dit geval het ministerie van Onderwijs, om te zeggen van kijk, ons doel is zoveel als mogelijk kader voor die samenleving afleveren. Maar onderwijs, en zeker ons onderwijs, het is niet hetzelfde als het onderwijs op andere instituten waar ze meer theoretische vakken voor zorgen. Wij hebben heel veel praktijk. En dat kost geld. We moeten onze labs up-to-date houden. Ik was heel blij met een bezoek van een aantal deskundigen uit Nederland die toch wel vonden dat ons lab toch wel redelijk goed uitzag. Maar het kost geld om op zo te houden. Ik weet dat we hebben gevochten bij de accreditatie voor het lab, omdat ze daar een aantal uitdagingen zagen die we nog niet in place hadden. En we hebben tegen de regering gezegd van kijk, als die koers zo doorgaat, als we mee moeten gaan met die koers, wordt het onderwijs onbetaalbaar. Ik had al een keer gezegd, als we met die koers gaan werken, als ik hem gewoon neem op 40, kost een bacheloropleiding, die volledige 3 of 4 jaren, kost 240.000. Dus wie gaat dat dan betalen? Ja. Toch? Dus is 1500 dollar per jaar, maal 4 kom je op 60.000, maal 4 kom je op 240.000, als je dat zo doet. Dus dat is onbetaalbaar. Dus we zeiden ook tegen de regering van, wat we willen doen, we willen het zo houden, maar dan hebben we een gap. En dat moet ingevuld worden.
toch? De overheid was het met ons eens, de minister was het met ons eens. Zeg van nee, we gaan niet verhogen, we gaan ervoor zorgen dat het geld komt. Alleen het heeft wat tijd gekost, waardoor wij in problemen zijn gekomen. Ik kan het meedelen, het personeel heeft nu pas deze maand hun vakantiegeld uitbetaald gekregen, omdat de middelen er niet aanwezig waren. De overheid heeft ons toegezegd dat ze inkomen. Ze hebben dus nu het eerste deel gegeven. En we kijken dus uit naar de andere delen. En als het zo vlot doorgaat, dan denk ik dat het wel goed komt. Ja, u heeft iets moois aangehaald, hè. Inschrijfgeld. Als we kijken naar die koers, het demotiveert studenten. Ja. En niet alleen op PTC, hoor. Je hebt verschillende opleidingen. Ja. De koers is gewoon killing. Die en dat kunnen we niet onder stoelen en banken schuiven. Hoe enthousiasmeren jullie nog studenten om toch wel de opleiding te bezoeken? We hebben twee dingen. Het eerste wat we hebben gedaan, we hebben dus die koers niet aangepast. Dus ze betalen nu €18,50 voor de early beurs en ik dacht €20 of €22 voor reguliere inschrijvingen. Dat is ongeveer de helft van wat de koers nu is. Dus dat is één maatregel die we hebben genomen. Maar wat we ook nog tegen de mensen zeggen, zij die dus niet in aanmerking komen voor een lening bij de NOB, die kunnen altijd nog bij ons aankloppen, omdat we dan intern ook nog kunnen financieren. En wat we in die interne financiering doen, we hebben hem nu uitgebreid naar 11 maanden. Dus je betaalt eigenlijk gewoon elke maand een deel. Maar we houden het ook gefixeerd. Voorlopig nog. Toch? We zijn ook blij dat die koers niet gestabiliseerd is. Want op een gegeven moment zagen we die koers ook fluctueren. En dat maakte het moeilijk. Maar als die stabiel is, we hebben altijd die koers stabiel gehouden voor die studenten. Dus ze hoeven niet te vrezen als we nu betaalde, dat het misschien in januari een ander aflossingsbedrag zou zijn. Mm-hmm. Dus dat hadden we niet. We hebben ook een lage rente. Dat zijn allemaal de mogelijkheden. En wat we nu inbrengen, is een beursenprogramma, waarbij de bedrijven, ik zei het reeds, Fatum is al ingekomen, RB is ingekomen, IDB is ook al ingekomen, om een aantal beurzen te geven. En dat proberen we uit te breiden naar andere bedrijven, om zo'n groot mogelijke pot te hebben, om studenten in de gelegenheid te stellen, om via een beurs. En natuurlijk zijn er criteria, want het gaat niet voor iedereen zijn. Ik ben het helemaal mee eens met mensen die zeggen, je gaat geen subsidie geven aan mensen die het kunnen betalen. Ja. Ik was zelfs een van de mensen die klaagde toen ik zag dat een aantal jaren terug mijn dochter verzekering kreeg van de overheid. En ik zei van, waarom? Plotseling als ze twee verzekeren. Want ik betaal al voor mijn dochter, ik kan het betalen, ik heb niet geklaagd. Ja. Toch? Dus waarom ga je mijn dochter nog een keer verzekeren? Toch? Ja. Omdat ze minderjarig is of zo. Dus dat soort dingen zijn we helemaal mee eens. En als we beurzen geven, zijn de beurzen voor de mensen die het echt niet kunnen betalen. Ja, maar als je moet kijken naar de motivatie van de studenten, heeft de economische situatie van het land een grote impact? Ja, natuurlijk. Het is alleen op de studenten, op ons allemaal. Want je bent de hele dag bezig met, waar moet ik dit nu doen? Waar ga ik dat geld vinden? Maar ook daar, we hebben binnen het instituut hebben we een aantal mensen die gewoon zitten om te kijken. Los van de programmanagers, hebben we ook de decaan. En we zeggen ook tegen de studenten. Ik weet niet wat er met studenten gebeurt. Ik zeg ze ook, ik ben niet geïnteresseerd. Maar als je een probleem hebt, ga naar de decaan. En de decaan luistert en de decaan zoekt de oplossing. Dus we proberen altijd oplossingen te bedenken voor de studenten. Soms is het dat ze zeggen van, ik kan het niet meer betalen. We hebben studenten gehad die hun studie hebben afgerond en nog een schuld hadden bij PTC. Ja, we zeiden van, go for it. Enige wat we doen, geef je nog niet je diploma. Ja. Maar go for it, we kunnen je verklaring geven. Je gaat werken en je lost dat af bij PTC. Dus we zoeken steeds naar oplossingsmodellen. Daarom roepen we ook studenten op en zeggen we ook tegen ouders. Laat je niet afschrikken als je hoort van, ik moet nu 20.000 betalen voor, waar ga ik 20.000 vinden? Ik zeg van begin en laat kom praten. Want wanneer we praten, komen er oplossingen. Maar als we alleen maar kijken naar die uitdaging die er is en geen stap proberen te zetten, dan blijf je in diezelfde situatie. Dus we nodigen ze altijd uit van kom praten. En soms komen we echt er niet uit, omdat het echt zo moeilijk is en er geen uitgang is. Maar als je niet hebt gesproken, weet je niet. Ja. Toch? Dus we roepen de mensen op, we zeggen het ook tegen onze studenten, welke uitdaging je ook tegenkomt. Uitdagingen over het onderwijs, uitdagingen qua logistiek, financiële uitdagingen, persoonlijke uitdagingen. Kom praten. Ja. Wij kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel iemand vinden die misschien in staat is een begeleiding te geven, een proces te geven. En dat doen we met onze studenten. En dat proberen we zoveel als mogelijk te communiceren naar de studenten, dat ze weten dat ze een hulp hebben. Ja. Welke, als u één structurele oplossing zou moeten aandragen, die bijvoorbeeld de regering kan gebruiken, throughout de HBO-opleidingen in Suriname, die heel veel kosten, wat zou die zijn? Nou, ik ben blij dat de huidige minister komt met de congres, want ik heb daar ook al een paar dingen gezegd. Eerst wat ik vind dat er moet gebeuren binnen het hoger onderwijs, is structuur brengen. We hebben geen wet op het hoger onderwijs en
Iedereen doet bijna hetzelfde. En dat vind ik waste of time, waste of energy. We blijven mediocre, omdat we van elkaar kopiëren. In plaats van dat we diepgang hebben. We gebruiken hetzelfde kader op een gegeven moment, dat we te weinig kader. Waardoor je ook geen, omdat ze overal zitten, kunnen ze ook geen kwaliteit meer gaan leveren. Dus een van de zaken waarbij we zeggen, van, zorg ervoor dat je daarin één, die wet brengt. Dat je daarin regelgeving. En als er instituten zijn, als er mensen zijn die zeggen van, ik wil ondersteuning geven, doe het gericht. Toch? Zeg van, oké, we hebben al instituut A, instituut B die met deze dingen bezig zijn, ga jij nu op zo'n niveau. Waardoor je spreiding krijgt, maar dan krijg je ook excellentie. Je kan groeien, je kan in diep gaan krijgen. Dat is één ding. Een andere ding dat er is dat ik zeg van, ik vind gewoon dat er een aantal programma's zijn in het land die je niet zonder subsidie kan krijgen. Zeker niet voor een ontwikkelingsland. Volksgezondheid is belangrijk, productie is belangrijk, onderwijs is belangrijk en veiligheid. En voor mijn optiek zou elke overheid zich gewoon op deze vier moeten kunnen gooien. En alle energie daarin stoppen. Want als ik een ontwikkeld volk heb, gaan ze zelf gaan nadenken over wat er allemaal nodig is om eruit te komen. Als ze gezond zijn, heb ik geen extra kosten om ze te onderhouden. En als ze veilig zijn, hebben ze hoeft niet te breken. Dus als we die dingen hebben en werken aan de productie, denk ik dat we qua onderwijs stukken verder gaan. Dus je kan onderwijs niet loslaten. Zeker niet als ontwikkelingsland. En dan moeten we niet kijken van, ja, andere landen doen het. En ik ben iemand die zegt van, niet omdat anderen het doen, moet ik het ook doen. We hebben onze eigen problemen, we hebben onze eigen uitdagingen. We moeten sprongen vooruit maken. Dus dan vind ik, dan moet je eigenlijk zeggen van, ik vind het niet erg als je zegt, benzine is vrij. Dat is vrij. Maar volksgezondheid, een gezonde samenleving moet je hebben. Een geschoolde samenleving. Iedereen praat over maar 5% hoger kader. Wat doe je dan? Toch? Je moet ervoor zorgen dat je die instroom krijgt en dat je een sterke instroom krijgt. Laat die samenleving verzadigd zijn. Ik heb zo met grote ogen gekeken in Florida. Overal heb je gepromoveerde mensen. Overal heb je mensen die... En op een gegeven moment, wat krijg je? Omdat ze overal zitten, is de prijs die je voor ze moet betalen veel lager. Want ze zijn overal, ze zijn in overvloed. En je krijgt ontwikkeling, want ze gaan met verschillende dingen. Ze doen verschillende onderzoekingen voor je. En dan krijg je een stukje ontwikkeling. Toch? Dus de overheid mag onderwijs niet loslaten. Onderwijs. En dan kan je nog zeggen van, welk soort onderwijs? Ook daar zou je kunnen zeggen van, kijk naar je ontwikkelingsplan. Kijk naar wat je wilt doen als land. En financier tenminste de programma's die helpen jouw ontwikkelingsplan verder te brengen. En als je toch zegt van, ik heb niet genoeg geld, dan laat je die anderen vrij. Dan kunnen die anderen, de mensen die, als iemand zegt, ik wil astronaut worden. Ik noem maar eens geks. Nee, man, je mag astronaut worden. Toch? Maar ik ga niet voor jou financieren. Toch? We hebben heel veel economen. We hebben heel veel juristen. Waarom gaan we die opleidingen zo goedkoop maken? Toch? Ik noem het goedkoop. Ik bedoel, als ik het vergelijk, een studie bij de universiteit en een studie bij PTC. De universiteit is bijna gratis als ik het vergelijk met wat we bij PTC doen. Toch? Dus waarom ga je dat doen? Ik heb het een keer gezegd, en dat is bijna 10 jaar terug. Toch? Als we 100 van die mensen verliezen, heeft Suriname geen probleem. Maar laten we 1 specialist verliezen. Laten we kijken naar 1 techneut. Dan hebben we die niet. Ik denk met zeggen en schrijven hebben we volgens mij 5 of 6 mensen die op masterniveau zijn. Volgens mij 2 die gepromoveerd zijn op het gebied van ICT in geheel Suriname. En ze vliegen door het hele land. Hoe wil je kwaliteit hebben? Maar als we zeggen dat dat de ontwikkeling is, stop het geld daarin. En laat bijvoorbeeld, als ik economie wil gaan studeren, laat me betalen voor mijn economie. Want we hebben genoeg economen. Als je zegt van, ik wil accountants hebben, want die hebben we tekort aan, dan financier ik de mensen die accountancy willen gaan doen. En dat zijn de dingen die ik denk dat we als land moeten gaan doen. We moeten keuzes maken. We hebben dat geld niet om op alle niveaus te kunnen werken, op alle niveaus ontwikkeling te brengen. Maar laten we selecteren de programma's die als katalysator kunnen werken voor de anderen. Want als ik een stukje productie heb, gaan dingen komen. Als ik gezonde burgers heb, gaan ze hard werken. Als ze geschoold zijn, gaan ze nadenken, gaan ze innovatief zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Ik ben onder de indruk van hetgeen u uitgelegd. En kijk, ik
als ik naar hetgeen luister dat u heeft gezegd, dan zie ik wel welke richting u wilt opgaan met PTC. En we wensen natuurlijk u heel veel succes daarin. Ik kijk uit naar een vervolg gesprek, misschien over een ander onderwerp. Maar dank u wel voor vandaag. Hartelijk dank. En we zijn altijd bereid om u te horen te staan. Thank you very Hartelijk much. Dank. Dat was meneer Holband. We hebben het gehoord. De opleiding doet er alles aan om de studenten tegemoet te komen. In plaats van een koers van 39 of 40 werken zij nog steeds met de helft. Maar ze zijn nog steeds bezig meer en meer uit te breiden als het dus om studies gaat. U weet waar u moet wezen indien u interesse heeft in een der studies die net genoemd zijn. Dat was het wat betreft deze aflevering. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.